super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van augustus met jullie doornemen. Het is best wel een mandje vol zoals je kunt zien. Dus ik ga gewoon de producten laten zien. Ik zal ze ook weer swatchen zoals jullie dat graag zien. Dus mocht je benieuwd zijn wat er zoal in het mandje zit en wat ik heel erg fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een glitter body mist. Daar heb ik 3 soorten van. En dat zijn deze. Dit zijn 3 glitter body mist. Ik heb allereerst een gouden. Die heeft de naam Summer Blossom. Ze hebben een hele fijne verstuiver. Er komt eigenlijk een hele fijne verneveling uit. Waardoor je eigenlijk perfect de body mist kunt opsprayen. De glitter zag je niet echt terug, ook tijdens het swatchje niet, dus het heeft ook geen zin om dit op te sprayen, want je gaat de glitter niet zien. Maar de geur was wel heel lekker. Ja, ik vind geuren omschrijven heel lastig, maar het zijn hele frisse geurtjes. Hij zou je huid een subtiele gouden glitter geven, nou, daar zag ik dus niks van terug. Maar ik vond dit vooral heel lekker toen het zo warm was. Toen het 33 graden was, heb ik deze body mistjes gebruikt. En ik vond ze echt heerlijk. Dat is allereerst de gouden variant. Dan had ik ook een blauwe variant. En deze heet Fresh Summer. Heel lekker geurtje ook. Nou, ook ja, ze zijn zoetig, maar ook heel fris. En het fijne van een body mist is dat ze niet zo sterk zijn als een parfum. Dus je kunt hem eigenlijk de hele dag door een beetje bij blijven sprayen. En vaak met heel warm weer heb ik niet per se zin in een hele sterke geur. Dus dan vind ik body mistjes heel lekker. Dus dat is dan de blauwe variant. En dan heb ik nog deze roze variant. En dit is de Sweet Summer. En deze ruikt ook heel fris. Ja, echt hele lekkere geurtjes. Ik heb deze bij de Kruidvat gekocht. Ik weet niet of ze er nog zijn. Maar ze zijn in ieder geval heel lekker. Ze kosten €2,50 per stuk. En ze zijn echt heel erg lekker in gebruik. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Oké, de warme dagen zijn misschien een beetje over. Maar ook gewoon als je op een dag geen zin hebt in parfum, is dit ook heerlijk. Dan heb ik een mascara. Ik heb hier eventjes het doosje erbij. Dit is de Velsjes Lash Effect van Maybelline. Dat is deze mascara. Ik vind de huls al heel mooi. Hij is zilver en heeft dan hier een paars randje. Deze mascara die zou je gelifte wimpers geven, volume, lengte en krul. Het heeft een krulvormend borsteltje en deze omhult alle wimpers, zelfs de kleinste, om volumeuze en gekrulde wimpers te creëren. De formule is verrijkt met vezels en hij belooft tot 16 uur te blijven zitten. Ik zal je het borsteltje laten zien. Ik vond hem echt heel fijn. Ik kreeg echt een eye-opening effect. Dit is het borsteltje. Hele fijne mascara. Hij is wat duurder. Ik heb deze toen een keer gekocht met korting. Want heel af en toe wil ik mezelf nog wel eens een wat duurder make-up product cadeau doen. En deze wilde ik heel graag hebben. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Hij is gewoon zwart. Echt een hele fijne mascara is dit ook. Dan een product van het merk Get It Girl. En dat is de Skin Police BB Cream. Ik heb deze in een light medium versie. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit of deze producten misschien meer geschikt zijn voor de jongere mensen. Omdat de verpakkingen vrij kinderlijk zijn. Ik stoor me er niet aan. Ik vind het wel een leuk patroontje met zo'n politiedame erop. Maar oké. Het is een all-in-one BB cream en deze beschermt en verzorgt jouw gezichtshuid en combineert een dagcreme en make-up voor een perfect uitziende huid. Hij hydrateert en bedekt imperfecties en minimaliseert poriën. Dat vond ik niet helemaal. Je merkt wel dat het een wat lichtere product is, omdat het natuurlijk een BB cream is. Dat kun je eigenlijk niet vergelijken met foundation. Maar ik vond toch wel dat hij heel erg fijn aanvoelde. Ook deze heb ik gebruikt in de warmere dagen. En ik moet zeggen, als je dan toch wat op je gezicht wil hebben, is een BB cream heel fijn. Volgens mij had je hem ook nog voor de donkerdere huid, maar dat weet ik niet zeker. Hij heeft eigenlijk een vrij basic openingetje. Ik zal hem even swatchen op mijn hand, zodat je een beetje de kleur kunt zien. Ik heb het gewoon een heel klein beetje gedaan. Dit is de kleur. Voor mij was die perfect.
Hij zal niet voor alle huidtypes even geschikt zijn, maar voor mij deed hij het eigenlijk heel goed. En ik vond het een fijn en licht product. Deze kan ik zeker aanraden. Het is wel een editie. Volgens mij brengen hun meerdere limited edities uit. Dus het zal niet een product zijn wat eeuwig te koop is. Maar hij is wel heel fijn in gebruik. Dan heb ik twee highlighters. En deze zijn van MUA. En dit zijn de Shimmer Highlight Powders. Ik heb hier al meerdere poeders van. En die bevielen me zo goed dat ik ook wel benieuwd was naar wat andere kleurtjes. Ik heb twee soorten. Ik heb allereerst deze. En dit is de Golden Afterglow. Het is een lichtgewicht poeder. En ja, heeft gewoon een glitter. Waardoor je dus mooi een highlight effect krijgt. De producten trouwens van MUA zijn tegenwoordig allemaal niet op dieren getest. Ik weet niet of dit altijd zo was, maar tegenwoordig staat het achterop. Er staat hier zo'n soort konijntje. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is met dat het niet op dieren is getest. En dat is voor mij altijd wel een heel belangrijk punt. Zo ziet de highlighter eruit. Heel mooi. Ik zal hem even swatchen. Zoals je ziet neemt hij al veel product op. En dit is dan de kleur. Zoals je ziet is hij echt heel pigmentvol. Heel mooi kleurtje. Het is wel een wat donkerdere highlighter. Dus ik zou deze eerder denk ik in de zomer meer gebruiken dan echt in de winter. Omdat ik dan wel van een wat lichtere glow hou. Maar desondanks vond ik het echt een heel erg mooie highlighter. En dan had ik dus nog een variant. Dat is deze. En dit is de Pink Shimmer. Deze heeft dus een roze ondertoon. Zoals je waarschijnlijk al kunt verwachten. Ook een hele mooie binnenkant vind ik het. En kijk, die is weer wat lichter. Ik heb hem ernaast gedaan. Hij zit hier. Ik zal nog even een laagje doen. Misschien dat hij dan net iets zichtbaarder wordt. Hij komt op camera niet heel goed over, merk ik al. Maar hij is echt heel mooi. Het is een wat lichtere, een wat koelere ondertoon. Wat ik zelf heel mooi vind. Maar op mijn gezicht zag ik hem beter terug dan tijdens het swatchen. Dus daarom vind ik het een beetje moeilijk om hem goed aan jullie over te brengen. Maar het is echt een hele mooie kleur met een goede pigmentatie. Twee hele fijne highlighters. Ze hebben hier best wel veel kleuren van bij MUA. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou je altijd even in het schap kunnen kijken. Want ze hebben echt best wel veel keuze in highlighters wat dat betreft. Even kijken hoor. Het ligt allemaal een beetje door elkaar, zie ik. Ah, ik ga goed. Dan heb ik drie producten uit een trend editie van Essence. En dat is de Bronze This Away collectie. Allereerst heb ik daar twee matte bronzers van. Ik heb hem voor de lighter en voor de darker skin. En dit is die voor de darker skin. Deze heet de naam 02 Roar Singing Sun. Nee, Roaring Sun. Sorry, ik zeg het verkeerd. Het is een hele zachte bronzer. Voor eigenlijk de wat donkerdere skin toon staat hier. Ik vind zelf vaak donkerdere bronzers bij mezelf wat mooier. Omdat ik licht vaak te licht vind. Dat had ik bij deze beide niet. Deze waren beide heel erg mooi. Ik vind het patroon hierin ook heel erg leuk. Het is eigenlijk. Het geeft een beetje een soort van. Ja. Luipaardprintje. Zo kan ik het denk ik wel noemen. Heel erg mooi. Ze zijn ook lekker. Ze hebben lekker grote pens. Dus wat dat betreft kun je er gewoon lekker in dippen. De doosjes zijn niet heel spectaculair. Maar ja, je kunt het wel onderscheiden omdat het een limited editie is. Ik zal hem even swatchen. Dit is dan de donkerdere variant. Heel mooi kleurtje. Goed uit te blenden ook. Dus dat vind ik echt top. Maar dan heb ik dus ook de variant voor de lighter skin. En die mocht ook zeker niet onderdoen voor degene voor de donkerdere skin. Dit is een 01 Catching the Sun. Nou, eigenlijk is die verder precies hetzelfde. Het binnenkantje ook, zoals je kunt zien. Verder helemaal hetzelfde, alleen hij is dus een tikkie lichter. Je kunt deze dingen dus combineren. Je kunt, ja, doordat je het een beetje gaat mengen, krijg je een beetje gecombineerde variant. Deze heb ik hiernaast geswatcht. Dus je ziet wel duidelijk dat hij wat lichter is. Maar ik vind er niet heel veel verschil tussen zitten. Dus ja,
omdat ze heel goed uit te blenden zijn, vond ik niet heel veel verschil tussen de kleuren zitten. Want normaal is iets voor een lighter skin bij mij vaak echt te licht. Maar dat was eigenlijk bevielen deze beide heel goed en heb ik er geen favoriet van. Dan heb ik ook een oogschaduwpalette. Die ziet er al heel tof uit. Want kijk, hij is van zachte stof. Voelt heel lekker aan. Je ziet hier weer dat ja, soort luipaardprintje, panterprintje. Ik vind die combinatie altijd een beetje lastig. Dit palet heeft de naam See My Raw Stam Ice gekregen. Er zitten 10 kleurtjes in. En nou, ik ga je hem gewoon laten zien. Er zit geen spiegel in. Dat vind ik wel jammer. Dit zijn de kleurtjes. Er zit ook een glitterkleurtje in. Een paar matten, maar de rest is vooral shimmer. Ik zal eventjes een paar kleurtjes voor je swatchen. Het is wel een palette wat je moet durven dragen. Het is niet een palette waarvan je zegt van, oh weet je, ik ga dat gewoon even voor de lol doen. Want het is niet een palette wat dagelijks kan in mijn ogen. Dit zijn de kleurtjes. Dit is het pigment van dit palette. Hoe breng ik dit goed over? Je ziet gewoon, dit zijn de shimmers. En dan heb ik 2 matten gepakt. Die hebben op mijn hand iets meer moeite om tot in uiting te komen. Maar het zijn wel echt hele mooie kleuren. Wat ik wel heel jammer vind, ze worden wel heel lelijk. En daaraan kun je altijd wel zien dat een pigment heel goed is. Want als je goed kijkt, zie je heel goed waarin ik heb gedipt. Dat vind ik wat jammer. Ik vind het ook jammer dat er geen spiegeltje in zit. Maar voor de rest was de oogschaduw in dit palet echt perfect. Dus wat dat betreft een heel erg mooi oogschaduwpalet. Dan heb ik wederom weer een highlighter. Deze is van Lottie London. Dat is deze. Het doosje is niet heel spectaculair. Ik vind wel de tekst heel mooi, want die heeft een soort holografisch effect. Dit is de Diamond Bounce Illuminating Highlighter. Ook dit merk is trouwens niet op dieren getest. Er staat verder niet heel veel op. Ook niet echt een kleur. Het is eigenlijk een best wel transparante highlighter. Toen ik hem swatchte, voordat ik met foto's maakte, dacht ik echt van, oh, dit gaat hem niet worden. Maar op mijn gezicht was hij echt heel mooi. Ik zal hem proberen te swatchen, maar ik weet dus niet of hij heel goed gaat overkomen. Ik heb hem aangebracht. Ik kan nog een laagje doen, maar je ziet hem bijna niet. En dat was ook hetgeen waarvan ik dacht, met het aanbrengen van, oh, dit wordt helemaal niks. Maar op je gezicht is die heel mooi. Alleen de swatch komt niet over. Ja, heel licht. Zie je hem heel lichtjes hier. Je moet echt heel goed kijken. Maar ja, daardoor was ik eigenlijk best wel verrast door dit palet of deze highlighter. Omdat ik echt dacht van, nou, die gaat geen pigmentatie geven. Ik kan hier helemaal niks mee. En dan viel het toch heel erg mee. Dus dit was eigenlijk wel een beetje de verrassing van die week, zeg maar. Maar wel een heel erg mooi palet. Alleen jammer dat je het zwartje dus moeilijk ziet. Dus ik kan me ook voorstellen dat, ja, op dit moment kun je geen swatches maken in de winkel. Maar zou je dit in de winkel zien en je zou een swatchen, dan zou je denken, ook skip dit, want het is niks. Maar ja, op je gezicht is je dan wel heel erg mooi. Dus wel echt een hele mooie highlighter. Jammer dat de pigmentatie niet duidelijk overkomt op de camera. Dan heb ik een oogschaduwkwastjes. En deze zijn van Echo Tools. Ik heb hier de verpakking even. Dit zijn de Enchanting Eye Set. En dit zijn dubbelzijdige kwastjes. Er staat op de achterkant een kleine tutorial hoe je een look hiermee kunt maken. Deze kwastjes die hebben dus een define kantje. Hiermee zal je dus je wenkbrauwen kunnen doen of een eyelinertje zetten. Aan de andere kant zit een shade kantje. Hiermee kun je dus gewoon schaduw creëren. Maar ja, ik gebruik ze ook gewoon in mijn arcadeboog. Vind ik dit soort kwastjes heel fijn. Dus dat is die. En dan zit er een setje in met een blendkwastje. Hiermee kun je dus je oogschaduw blenden. Heel fijn, zijn heel lekker zacht. De haartjes voelen heerlijk zacht. En aan de andere kant zit een smudge kwastje. Hiermee kan je ook heel makkelijk langs je wimperlijn oogschaduw aanbrengen. En ja, eigenlijk ook gewoon over je gehele ooglid. Weet je, zoals een blending squashje en zo'n define kwastje, dat gebruik ik wel echt waar het voor bedoeld is. Maar een smudge kant en een shade kant gebruik ik ook een beetje op mijn eigen manier. Ze zijn dus dubbelzijdig. Op zich vind ik het een beetje lastig hoe ik deze moet gaan opbergen. Maar het zijn wel hele fijne kwastjes, omdat de haartjes echt heel lekker zacht zijn. Echo Tools is naast Real Techniques ook wel echt een van mijn favoriete merken geworden als het om make-up kwasten gaat.
Dus echt wel een heel erg fijn setje ook deze. Dan heb ik nagellak. En ik heb hier best wel lang over gedaan om deze te reviewen. Maar ik heb ze inmiddels gereviewd. Dit zijn namelijk de Shine Last & Go Nail Polishes van Essence. Ik heb allereerst hier een roze kleurtje. Deze heet de naam 30 Get Ready. Ze beloven long lasting te zijn. En dat is het ook. Ik moet zeggen, ze zijn niet super long lasting. Je hebt toch echt na een paar dagen wel flinke chips. Dit zal een discussie blijven. Want ik denk dat een Essence of een Catrice hier gewoon niet in gaat slagen om je 7 dagen chiploze nagels te geven. Daar moet je echt voor kiezen. Voor een duurder nagellakje of echt voor een gel nail polish. Dat heb ik op het moment. Ik heb gel nagellak. En ja, ik vind gel nail polish die je niet moet drogen onder de lamp, vind ik wat dat betreft iets minder succes, omdat het gewoon echt veel langer blijft zitten. Maar aan de andere kant, het is wel beter voor je nagels, want dit is gewoon echt wel troep, weet je, echt een gellak van een lamp. Maar goed, dat is het roze kleurtje. Dat is die. Dan heb ik ook een kleurtje met glitter. Dit is de 23 Party Time. Heeft hele fijne glittertjes. Ik heb deze zelf gebruikt over een kleurtje heen. Want ik vind hem om gewoon aan te brengen. Dat, omdat hij toch transparant is met kleine glitterdeeltjes, vind ik het niet echt succesvol. Over een kleurtje heen vind ik hem echt top. Mocht je nou benieuwd zijn hoe deze lakjes er op de nagels uitzien, er staat echt een review van online op mijn blog. Linkje staat in de beschrijving. Maar ik vind nagellak kan ik niet echt swatchen voor jullie in een video. Dus dat is een beetje lastig. Dan heb ik de kleur 42 Everybody Say Yeah. Dit is een beetje een mintkleurtje. Vind ik wel heel leuk. Dit vind ik dan wel weer meer zomer. Het zou ik in de winter minder snel pakken. Maar wel heel leuk. Ik vind de structuur van deze lakjes ook wel fijn. Al heb ik één kleurtje gehad die ik niet fijn vind. Maar die zul je terugzien in de veel product video. En daar zal ik je dan meer over vertellen. Dan heb ik zwart. Een hele basic zwarte kleur. Dit is 46 Black is Back. Ook een heel mooi kleurtje. Het is niet dat ik heel veel zwart draag, maar af en toe vind ik het wel heel leuk. Dus dat is deze. Dan hebben we nog een glitterkleurtje. En dit is de 07 Party Princess. En deze dekte wel heel goed zonder kleurtje eronder. Dus deze kun je wel prima gebruiken als gewoon echt de standaard kleur. Met twee laagjes was de dekking heel mooi. Dus die vond ik dan wel weer heel succesvol. Ondanks dat hij ook een beetje een transparante coat heeft, is die wel helemaal doorzien met roze en glittertjes. Dus wat dat betreft is die wel heel succesvol om gewoon over je nagels aan te brengen zonder nagellakje eronder. Dan heb ik deze kleur. Dit is de 21 Anything Goes. Mooi kleurtje, ook een beetje paarsachtig. Heel leuk. Dan heb ik nog een beetje een koper kleurtje. Dit is de 41 Big City Vibes. Heel mooi kleurtje ook. Heel tof. En de laatste kleur die ik heb is oranje. En dit is 15 Heatwave. Heel tof kleurtje ook. Vind ik ook lekker zomers. Echt. Ja, ook echt een aanradertje. Heel leuk kleurtje. Dus dit zijn wel echt, over het algemeen zijn die lampjes wel goed. Tenzij je er eentje tussen hebt zitten waar de structuur niet helemaal lekker van is. Wat ik dus heb meegemaakt. Maar oké. Okay. Dan heb ik nog een kwast van Echo Tools. En dat is de Full Powder Brush. En dat is deze. Deze is dus voor poeder aan te brengen. En ik moet zeggen, ik vind hem heel erg fijn. Ik vind deze kwasten zo lekker zacht. Ja, het is zo jammer dat jullie dit niet kunnen voelen. Maar dit voelt zo lekker aan. Hij brengt ook echt gewoon heel fijn aan op je gezicht. Hij voelt heel zacht aan. Ik vind deze nog zachter dan de Real Techniques kwast. Maar ik vond het wel fijn om nog een poederkwast erbij te hebben. Dat als er eentje vies is, dat je in ieder geval nog een eentje hebt waarmee je toch je poeder kunt aanbrengen. Hele fijne kwasten. Het leuke is, Ethos heeft regelmatig korting op deze kwasten. Dus zou je bijvoorbeeld wat van deze kwasten willen aanschaffen, hou dan zeker die kortingen in de gaten. Want er gaat er vaak 25% af en dat scheelt toch weer een paar euro. Maar deze kwasten kan ik ook zeker heel erg aanraden. Dan heb ik 4 lippenbalsempjes. En het vervelende is dat ik nu nog een nagellakje spot die ik net liet zien. En dat is dus deze. Ik had niet helemaal goed gekeken. En dit is de 14 Do You Speak Love.
heel mooi rood kleurtje. Sorry voordat het zo rommelig is, maar ik kwam hem op het laatste moment nog even tegen. De vier lippenbalsempjes die ik heb, dit zijn de Beautifying Lip Balms, Sheer Beautifying Lip Balms van Catrice. Ze zien er zo uit, ze hebben een kartonnen huls. Dat vind ik wel jammer, dat ze tegenwoordig vaak kiezen voor kartonnen hulsen. Maar nou ja, oké, het is niet anders. Het zijn hele smoothing lip balms en ze zijn verrijkt met jojoba olie. Ze hebben ook een kleurtje en ze voelen heel fijn aan op de lippen. Ik heb hier de 040 Watermelon. Ik zal ze uiteraard even swatchen. Ze zien er zo uit. En ze voelen dus echt heel erg lekker zacht aan. Kijk, de kleur is niet heel optimaal. Je ziet hem niet heel goed, maar met meerdere laagjes zie je hem wel wat meer. Kijk, hij wordt al wat zichtbaarder als ik er vaker overheen ga. Maar zeker op momenten dat ik hele droge lippen heb, toch graag een kleurtje wil dragen, zijn dit soort lippenbalsems echt een uitkomst. Dan heb ik een kleurtje dat heet 030 Untold Story. Deze. Nou, verder hetzelfde gewoon. Die zal ik even hiernaast swatchen. Dat is deze. Ja, ze lijken op camera heel erg op elkaar. Lijken ze ook wel een beetje hoor. Maar ze zijn op je lippen echt wel anders. Dat vind ik een beetje lastig bij het swatchen. Omdat het vaak op je lippen een hele andere uitstraling kan hebben. Dan heb ik 010 Flirty Rose. Dit is een wat lichter kleurtje. Wederom nog steeds heel tof hoor. Maar ja, is wel echt heel licht. Dat is de derde. Zie je hier. Hij is zelfs niet heel goed zichtbaar. Maar hij is wel mooi. En het laatste kleurtje wat ik dan heb is 020 Fashion Movement. En dat is een beetje een donkerder kleurtje. Hij neigt een beetje naar een bruin paars toe. Ik ga een zwartje. Dat is deze. Net wat ik zeg, ik vind het heel moeilijk om de swatches goed aan jullie over te brengen. Omdat het op de lippen er echt heel anders uitziet. Maar ja, het zijn echt hele fijne lippenbalsems die echt wel wat verzorging bieden en fijn aanvoelen op mijn lippen. Dus hier ben ik heel blij mee ook. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette en deze is van Revolution en het is het Iconic Pro One palette. Zit in een zwart doosje. Wat ik zelf wel heel fijn vind is dat deze paletten goed verpakt worden. De palette zelf is heel mooi, die is mat zwart. Hij heeft officieel de naam Salvation Palette gekregen. Die gouden tekst, die vind ik heel mooi. De achterkant is verder heel basic. En er staat ook eigenlijk, ja, er staat hier een heel klein plaatje op. Maar je kunt verder eigenlijk nog niet zien wat de palette voor kleuren heeft. Dus dat is een beetje lastig bij aankoop. In de tijd dat ik deze kocht, kon dat nog wel. Want ik heb deze al lang en breed gekocht voor de coronacrisis. In het palette zit een papiertje waar de namen op staat, vind ik altijd wel heel handig. Ook bij het schrijven van reviews, dan kun je ook even erbij schrijven welke kleuren je hebt gebruikt. Vinden sommige mensen heel fijn om te lezen. Je krijgt er een applicatortje bij die dubbelzijdig is. Ik gebruik deze zelf nooit, maar ja, die zit er gewoon standaard bij. Je hebt een grote spiegel, heel fijn. En dit zijn dan de kleuren. Het zijn misschien niet hele spannende kleuren, want het zijn eigenlijk een beetje standaard kleuren, maar ik vond ze wel heel mooi. Ze zijn, omdat ze ook weer zijn opgebouwd in matte en shimmer kleuren. Ik zal eerst eens even twee matte kleuren swatchen. Dat zijn deze. En dan pak ik twee shimmer kleurtjes. En ja, dat vind ik wel leuk, dat er echt een combinatie in zit. Zodat je echt, ja, je kunt gewoon op deze manier verschillende ooglooks maken. Kijk, dit zijn dan de shimmer kleurtjes. En ja, ze zijn gewoon echt heel erg mooi. Ze zijn heel pigmentvol, want je kunt ook heel goed zien dat je gedipt hebt in een palette. En ondanks dat het resultaat nooit heel mooi is, kun je wel goed zien hoe het pigment dan is. Dat zie je bij deze heel duidelijk. Ik heb hier heel veel in gedipt. Dus wat dat betreft vind ik het ook een heel erg mooi palette. Ik kan me ook voorstellen dat een hoop mensen zouden zeggen van nou, ik skip zo'n palette, want ik vind hem gewoon niet interessant genoeg qua kleuren. Omdat zulke kleuren al in heel veel paletten zitten. Maar ja, ik vond hem wel heel erg mooi. Dus ik wilde hem zeker met jullie delen. Dan ben ik toe aan de drie laatste producten. En deze zijn ook weer van Get It Girl. En dat zijn drie lipglossjes. Dit zijn hydrating lipglossjes. Ik vind de verpakking wel heel leuk. Kijk, er staan lipjes op. Eigenlijk zijn de verpakkingen best wel anders allemaal. Maar ik heb ze in drie kleuren. Ik heb hier allereerst een nude kleurtje.
Deze lipgloss die zorgt ervoor dat je lippen worden gehydrateerd en altijd klaar zijn om in actie te komen. Nou, dat is wat erop staat. Het artikel is vegan en dierproefvrij. Het zit dus in een tubetje, wat ik het minder geschikt vind om het mee te nemen. En deze heeft een sponsje. Kijk, er zit een sponsje in. Nou, je ziet het sponsje ziet er heel lelijk uit omdat ik hem heb gebruikt. Ik zal hem even swatchen. Kijk, dit is de nude kleur. Je zou niet echt zeggen dat het nude is, maar als je hem een beetje uitsmeert, kijk, wordt hij al een stuk minder intens. Maar desondanks vond ik hem wel heel leuk, omdat hij echt bij sommige ooglooks heel goed past. Dan heb ik een pink kleurtje en dat is deze. Het leuke is, je ziet hieronder al een beetje de kleur die erin zit, dus dat maakt het wel onderscheidend. Nou, deze is heel erg om te zien. Kijk, heb ik al heel veel mee uitgeblend. Die vind ik dan weer een stukje feller. Dat was ook een van mijn favorieten. Want ik hou ervan als een lipgloss lekker fel is. Ondanks dat lipgloss normaal heel erg plakt, vond ik dat bij deze ook minder. Normaal is lipgloss heel plakkerig. Maar bij deze had ik dat toch minder. En ik voelde ook echt dat mijn lippen heel erg zacht werden van deze lipgloss. En dan heb ik nog de kleur red. Die is ook, kijk, verschrikkelijk. Je ziet hier al een beetje de kleur. Dus ik vroeg me ook af, is dit wel echt rood? Want ik vind het meer, oordeel zelf, vinden jullie dit rood of meer bruin? Ja, het is een beetje wijnrood lijkt het meer. Dus het is een beetje, hij neigt een beetje naar roodbruin. Maar het zijn hele mooie lipglossjes. Die heel fijn zijn en je lippen lekker verzorgen. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan waren dit weer alle producten die voor mij favoriet waren van augustus. Ik ben echt heel blij met deze producten. Zoals ik al zei, sommige producten hebben me echt heel erg verrast. Waar je bij voorbaat denkt van, nou, als je dan aan het swatchen bent van dit wordt niet wat. En uiteindelijk belanden ze dan toch in je favoriete mandje. Vind ik altijd wel heel bijzonder en leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ervaring hebben met een van deze producten. Of dat je denkt na het zien van deze video, goh, ik zou er benieuwd naar zijn. Ik zou het graag willen proberen. Eventjes een dingetje. De Prons This Way collectie, weet ik niet of die nog verkrijgbaar is. Het is momenteel, ze lopen momenteel heel erg achter met de limit of de trend edities. Omdat het natuurlijk corona is geweest en het allemaal, of corona is. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Dus ik weet niet of deze producten nog verkrijgbaar zijn. En van deze weet ik het ook niet. Misschien dat je nog mazzel hebt dat je ze nog ziet staan. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Vind ik ook altijd lastig aan deze video's. Maar ja, het zijn voor mij wel video's die ik fijn vind om te maken. Dus ik wil dan toch de producten wel met jullie delen. Ondanks dat er een risico is dat niet alle producten meer verkrijgbaar zijn. In ieder geval wil ik je voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje van mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Als je daar op die rode button drukt, krijg jij een melding zodra een nieuwe video online komt. Doe dan ook even dat belletje aan, want dan krijg je gewoon een pop-upje van als er een nieuwe video verschijnt. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe een duimpje omhoog en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!